Mensen leven niet bij brood alleen. Voor ons welbevinden is ook geweldsniveau in de samenleving, ons gezondheidstoestand, allerlei andere aspecten van het leven zijn van belang. Dat hebben wij in kaart gebracht voor dit OECD-rapport op een heel lange termijn, vanaf 1820 tot heden. En daar komt uit naar voren, als je dat weegt in gecompliceerde indices van welbevinden, dat Europa bijvoorbeeld de afgelopen decennia het relatief goed doet en de Verenigde Staten relatief achterblijft. Onder andere omdat daar de ongelijkheid veel sterker is toegenomen, omdat het geweldsniveau daar veel hoger ligt dan Europa. En zo kunnen we allerlei andere indicatoren van welbevinden meewegen in dit rapport. Normaal kijken we eigenlijk alleen naar inkomen per hoofd van de bevolking of GDP per capita als het gaat om het succes en falen van landen. Dat is een te beperkte visie. Daar is een grote internationale discussie over, geïnspireerd door SEN en de andere manieren van tegen de economie aankijken. En wij zijn daarin meegegaan. De OECD heeft daar een goed initiatief over ontwikkeld, het Better Life Initiative. Wij hebben daar de historische dimensie eigenlijk van gegeven. Dus we hebben heel veel historisch onderzoek gedaan naar al die andere maatstaven van welzijn die in deze discussie een rol spelen. Geweldsniveau, levensverwachting, scholingsgraad van de bevolking, ongelijkheid binnen een samenleving. En dat hebben we voor de wereldeconomie de afgelopen 200 jaar in kaart gebracht. Om te kijken, ziet de wereld er anders uit, de patronen van lange termijn economische groei, er anders uit als je op die manier tegen de wereldeconomie aankijkt. En dan kom je tot conclusies zoals ik net geformuleerd heb, dat Verenigde Staten lijkt het heel goed te doen, maar wordt eigenlijk door Europa ingehaald als je naar die bredere maatstaven van welzijn kijkt. Zijn er nog andere conclusies in het rapport? Ja, we hebben ook heel veel werk gemaakt van de studie van ongelijkheid op de lange termijn binnen landen. Een van de opvallende conclusies is dat de ongelijkheid tussen man en vrouw eigenlijk wereldwijd aan het afnemen is, al een hele lange tijd. En dat dat een soort versnelling ook in lijkt op te treden. Dus dat is tamelijk goed nieuws wat uit het rapport komt. Een andere belangrijke conclusie is dat de relatie tussen inkomensniveau en inkomensongelijkheid, dat die in de loop van de eeuwen sterk veranderd is. In de 19e eeuw zie je nog dat de rijke landen zijn ook de meest ongelijke landen. West-Europa is dan heel ongelijk en arme landen die hebben een heel laag ongelijkheidsniveau. En dat is helemaal omgeslagen eigenlijk in de loop van de 20e eeuw. Op het moment zien we grosso modo dat de grote ongelijkheid binnen landen, inkomensongelijkheid binnen landen, in de derde wereld is, inkomensgroepen van de lage inkomensgroepen. En dat de rijke landen over het algemeen een relatief geringe ongelijkheid kennen. En dat is dus een soort radicale verschuiving van die relatie. Heeft het ook consequenties voor ontwikkeling in lagere inkomenslanden? Ja, je ziet in zekere zin dat daar een loskoppeling tussen economische groei en die bredere maatstaven van welzijn heeft plaatsgevonden. Afrika doet het bijvoorbeeld in de jaren 70 en 80 niet goed qua economische groei. Maar de trends op het gebied van die bredere maatstaven van welzijn zijn nog steeds heel gunstig. Iets vergelijkbaars zie je in Latijns-Amerika in de jaren 80. En ook voor rijke landen is dat heel relevant. We zullen misschien de komende decennia heel weinig economische groei hebben. We zijn allemaal pessimistisch over de toekomst van Europa. Maar het is heel goed denkbaar dat we nog wel veel verbetering in ons algemene welzijnsniveau kunnen realiseren, omdat we aan die andere dimensies van welzijn kunnen sleutelen. Als we andere maatstaven gaan aanleggen, moeten we ook eigenlijk misschien ander beleid gaan voeren. Ja, het beleid is natuurlijk helemaal geënt nu op het economische groei in de hele beperkte zin. Elk kwartaal horen we het gaat goed of het gaat slecht, dus een beetje of geen economische groei. Dat is een heel beperkte manier van tegen economische succes en welzijn aankijken. Dat laat deze studie ook nog een keertje zien. Dus het beleid zou veel breder naar welzijn moeten kijken. En dat zou tot een ander regeringsbeleid kunnen leiden.